Aspergetelers houden hun hart vast. Door de onverwachte vorst dreigt hun oogst te mislukken. Ook Sam Broerse uit Sint Maarten heeft er een aantal slaaploze nachten van gehad. Ik ben al een paar keer wakker van geschoten, ja. 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 Van, oh, hoe zit het met de asperges? Ja, komen ze nog wel uit en komt het allemaal goed? Ja, dat is toch altijd wel waar je mee bezig houdt. Ja. Gelukkig kwamen in zijn kas dit weekend de eerste asperges naar boven. Het was vrij spannend wanneer de eerste witte asperges boven de grond zou uitkomen. Maar dan eindelijk is het afgelopen vrijdag toch gebeurd. Kijk, hier is de eerste witte asperge bij Broerse. Dat is hartstikke spannend allemaal. Wanneer komt het eerste kopje boven? Ja, dat wisten wij zelf ook niet. Dus van de week liep ik hier door de kas en trok het zeil eraf en ik zag het eerste kopje witte asperges. Nou, dat is natuurlijk wel een prettig moment als hij echt eruit komt. Want ja, ze moeten maar helemaal niet naar boven komen. Dan is het natuurlijk nog meer stressen. Ondanks het koude winterweer lijken zijn asperges niet van mindere kwaliteit. Dan heb je toch altijd een beetje, ja, wat heeft het voor invloed op de asperges zelf, die al net een beetje uit de grond komen. Of al in de grond eigenlijk zitten om een grote asperge te worden. Maar nou, tot nu toe valt me eigenlijk nog niet tegen eigenlijk hoe slecht de invloed het heeft. Donderdag 5 april is de nationale opening van het aspergeseizoen. Sam zit die deadline met vertrouwen tegemoet. Die zenuwen zijn nu al een beetje weggevaagd. Want ik denk dat wij voor 1 april al gaan redden. Je hebt er vertrouwen in? Ik heb er heel veel vertrouwen in, ja. Ja, dat komt helemaal goed. Ja. Steek mijn hand voor in het vuur. Het kratje is nu nog half leeg. Maar we hopen straks met de paas voldoende asperges te hebben voor iedereen.